Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Miele, Tezinja, Nelfpeens en Dasha. Een woning uit de jaren 30. Vaak herkenbaar aan de horizontale beleiding, aan de zwaardere kozijnen en deuren, aan het grotere dakoverstek, grover dak erop. En de opdrachtgever wil dus ook graag het huis in de oude stijl terugbrengen, maar wel met het comfort 2018-2028. Wekelijks nemen Bertram Terpstra en Pauline Jorisma je mee in de wereld van design, architectuur en interieur. Elke week een nieuw project van bouw of verbouw en een nieuwe uitdaging. Ontzorgen is het credo van Tezinja. En kijkplezier dat van woonvilla naar droomvilla. Met vandaag het project van Richard en Catharine. Voor mij was het heel belangrijk in het nieuwe huis dat er een bepaalde sfeer van uitgaat. Dus als je de buitenkant van het huis al, dat er een bepaalde, bepaalde romantiek aan vastzit. Dat zie je hier ook in de buurt. En dit is wel de stad. En dan hebben we het nu over een dorp. Maar ik heb daar weer datzelfde vakantiegevoel bij wat ik ook heb als ik hier naar buiten stap. En ik ben heel blij dat we dat terug hebben kunnen vinden. Maar vakantie is het nog lang niet. Het jaren 70 interieur is het eerste dat verwijderd wordt. Is veel zichtbaar nu, hè? Fantastisch, hè? Wat ja, een ruimte. Ja. Heerlijk. Nou, die slopers hebben goed hun best gedaan. En nu zie je echt de contouren. Dat we daar straks natuurlijk die zitkamer krijgen. Maar wat natuurlijk heel belangrijk wordt, is zometeen die keuken. Ja. En natuurlijk straks die uitbouw. Dus dat betekent gewoon aan de achterkant gaan we lekker eten. Ja. Ja, en dan de master bedroom. Zo is het. Toen we hier ook stonden, toen zeiden we ook tegen elkaar, ja, wat zouden we hier nou voor bijzonders kunnen doen? Ja. Zeiden we nou, wat we vaak doen is, waarom zou je niet een stuk van de zolder opofferen? En dat we dan gewoon helemaal omhoog gaan, dat je het dakbeschot zo meteen in zicht krijgt. Een gevoel van ruimte. In Amsterdam hebben we een hele hoge woonkamer. En ik kan erin ademen en in dat nieuwe huis wilde ik dat ook graag. En dat is natuurlijk iets moeilijker te vinden. En ik merkte gewoon vanaf het moment dat ik het nieuwe huis binnenstapte, dat ik een gevoel had, hier kan ik ademen. Hiernaast komt jullie dochter te slapen. Ja. En dan krijgen jullie daar nog echt een lekkere compacte badkamer. Ja, heerlijk hoor. Regelmatig gaan we naar beurzen om inspiratie op te doen. Dat kan natuurlijk zijn een beurs op het gebied van tegels, van interieur, maar ook een lifestylebeurs, zoals dat hier het geval is. Hey, wat een waanzinnig mooie veranda hebben jullie hier staan. Mooi, hè? Super. En wat ik zo bijzonder vind, is aan deze veranda, dat glas ligt bijna vlak. Dat zie je eigenlijk nooit. Nee, de meeste verandas zijn inderdaad altijd schuin, omdat je natuurlijk met het waterafschot zit. Ja. Alleen vaak is dat in sommige situaties niet toepasbaar, omdat je met hoogte zit. En naast de prachtige, strakke uitstraling, alsnog met glas zijn de platen op afschot gelegd. Ja, daar word je wel blij van. Hey, Mike, wat ik nou heel vaak zie, hè, als mensen een goedkopere veranda bouwen van hout, dan zie ik toch na een jaar of twee jaar dat hout allemaal gaat werken. Dat komt omdat dan zo'n balk massief is en dat is natuurlijk niet goed, want een natuurproduct blijft altijd bewegen. Alleen wat we hier gedaan hebben, dat is allemaal kleine reepjes hout. Die zijn gevingerlast en gelamineerd, waardoor het dus altijd een rechte balk blijft. Het is van tropisch hardhout en dat zijn meerdere verschillende soorten meranti. En er worden speciale bossen voor gekweekt om een speciale hardheid erin te krijgen. Waardoor we dus een constructiebalk van meerdere meters kunnen creëren. Maar betekent dat iedere boom die je weghaalt, dat er dan weer een nieuwe geplant wordt? Exact, dat is zeker het geval. Er worden speciaal bossen voor gekweekt, zodat het niet te kost gaat van het milieu. Mike, we gaan elkaar weer gauw zien. Bedankt voor je bezoek. En we zien je. Tot ziens. Connie, ik sta hier naast een nieuwe creatie van je. Ja. Ja, ik hou natuurlijk enorm van mooie interieurs. Ja. En dan kijk ik hier naar binnen en denk ik, wat zie ik? Wat is dat prachtig? Wat leuk. Nou, dank voor het compliment. Dat vinden wij zelf ook. We wilden gewoon een keertje een soort baby Bentley gaan maken met de beste soorten leer en de leukste designs. Waarvan je denkt, dit is echt een gadget. Waarvan je denkt, ik heb geen probleem meer om te parkeren. Ik heb geen parkeergeld hoef ik te betalen. En er zit geen wegenbelasting op, dus je kan alle kanten ermee op. En het is ook nog eens een keer heel luxe, want de deuren kunnen eruit met mooi weer.
En ja, het is voor mij gewoon een heerlijk hebben ding. Nou, ik moet je zeggen, ik vind het echt waanzinnig mooi om te zien. Mijn groot compliment. Ik weet zeker ook dat het een groot succes is. Uit jouw mond vind ik dat echt een enorme eer. Ja. Dank je wel. Pauline is op zoek naar een speciale eigentijdse pot voor het project van Richard en Catharine. Zij gaat hiervoor langs bij Ter Stegen. Omdat dit familiebedrijf continu bezig is met het vernieuwen van hun collectie, is dit dé plek met de ruimste keuze. Oh, dit is ook wel echt een hele mooie kleur, hè? Zeker. Dit is een blauwachtige kleur, wat wij in onze trends hebben gezien. En is dat alleen in Nederland of doe je dat wereldwijd? Nee, wij doen dat wereldwijd. Oh, dat is ook een leuke job. Ja. We hebben een eigen ontwerpafdeling die dat allemaal voorziet van de nieuwe ontwikkelingen. Ah, oké, want hier zit wel zo'n heel mooi verloopje in. Ja. Maar hij glanst wel redelijk. Klopt, het is een geglazuurde pot van keramiek, maar we hebben nog veel meer. Kijk, dit is de matte variant. Oh, die vind ik ook wel heel erg mooi. En mooi, die kleur is gaaf. Ja, zeker. Het is eigenlijk ook een nieuwe structuur wat we hierin hebben gedaan en een nieuwe kleur groen. En hoe maak je die structuur dan? Deze wordt gemaakt in een mal. En daardoor krijg je deze hele mooie structuur. En die mooie kleur groen, dat is de trendkleur voor dit jaar. Maar uiteindelijk besloten we toch van, ja, die drukte. Misschien fijn voor onze dochter wat meer ruimte. Een wat rustigere buurt. Zeker nu ze ook naar school gaat. Het is een meisje wat heel gevoelig is. Dus dan is het fijn als je misschien in een iets beschermdere omgeving zit. Hey Tessa, leuk dat je er bent. Dankjewel Rutger. Bertram van Designia die stuurde mij deze kant op om even te kijken naar een keuken- en meubelmaatwerk. Nou leuk, ik zal je kennis laten maken met ons product. Rutger heeft naast zijn werkplaats ook een showroom om te laten zien wat hij kan doen op het gebied van meubelmaatwerk. Dit is vrijwel alles. En Tessa krijgt van Rutger informatie over haar project en kan ook meteen een aantal voorbeelden bekijken. Nou, je hebt wat kleurkeuzes doorgegeven gekregen van Paulien. Ja, klopt. Daar hebben we de Intense Black doorgegeven gekregen en de iets minder intense kleur zwart. Ja. Hier zit wat meer bruin in. Ja, deze is natuurlijk prachtig, maar deze is iets vriendelijker. En meteen kan Rutger het effect van de kleur laten zien op een badkamermeubel. Nou, kijk, dit is die bruinere kleur waar die zachte tint in zit, wat ook mooi bij de vloer past. Om je hogere kleding op te bergen hebben we er een lift in gemaakt. Mooi. Maar je was benieuwd ook naar de intense plek. Die heb ik ook. Die heb ik ergens anders in de showroom. Kijk, Tessa, hier hebben we de deuren uitgevoerd in Intense Black. Het zijn taartdeuren die we door middel van Frits Jurgens beslag draaiend hebben laten maken. En, dit is ook het enige systeem die door zulke zware deuren aan kan. En ook zo soepel loopt, zoals je hier ziet. Mooi. Nou, ik ben wel blij dat jullie echt alles kunnen maken wat ik in gedachten heb. En de kleuren ga ik nog even met Paulien bespreken. Bertram. Hey welkom. Richard, hoe is ie? Ja, goed, hartstikke goed. Nou, je hebt een prachtige stand hier. Dankjewel. En ik zie ook weer een hoop nieuwe keramische tegels. Ja. Maar misschien kan jij nou eens uitleggen wat nou de voordelen zijn van een keramische tegel. Een keramische tegel heeft als grootste voordeel dat het eigenlijk onderhoudsvrij is. Dus dat betekent hij krast niet, hij wordt niet vies. Dus je hoeft hem eigenlijk weinig schoon te maken. Bij regen gaat hij eigenlijk al voor het grootste deel gewoon helemaal schoon. En hij is heel mooi kleurvast, waardoor je dus ook binnen en buiten kan combineren. En je geen kleurverlies krijgt in je tuin, wat betreft de steen. Wat ik nou zo bijzonder vind, ik heb nu een aantal stenen hier ook zien liggen. Daar zit daar een glittertje in. Ja, ja, mooi hè? Ja, dat is, ja. Dat zie je eigenlijk bijna nooit bij die keramische tegels. Zie je wel bij natuurstenen. Dat vind ik nou het prachtige dat dat hier wel in zit. Ja, natuurlijk proberen we daar wel die nabootsing van het natuursteen te houden. Dat een hele mooie, rustieke, natuurlijke uitstraling in je tuin. Ik zie dat je keramische tegels niet alleen als vloertegel, misschien als wandtegel toepast, maar ook als bloembak. Ja. Dat is nieuw, hè? Dat is helemaal nieuw. Een hele mooie staal gepoederkoot frame eromheen. Nou, ik denk dat de kijker een goed beeld heeft wat nu een keramische tegel is. Ja. Mij ga je zeker weer zien, want mooi. Ik pas het graag van jullie toe. Daar kijk ik naar uit. Richard, we zien elkaar. Dat is wel heel bedankt. Goedjes. Ik ben hier op de prachtige stand van een van onze partners, waar we heel erg nauw mee samenwerken. En ik heb een afspraak met Wim. Daar waar de architectuur ophoudt en de natuur begint, dan komen jullie in het spel. Inderdaad, daar haken wij erin. Wij zijn de bouwbegeleiders voor de buitenruimte. In ons netwerk zit een gigantisch potentieel aan kennis, aan originaliteit. Afhankelijk van de wensen van de klant, zoeken we daar de juiste partij bij.
En de juiste partij is bijvoorbeeld de juiste tuinarchitect. De juiste tuinarchitect. Daarna doen we, maken we een selectie met de juiste hovenier. Welke past het beste bij het ontwerp dat gemaakt moet worden? En ook niet heel onbelangrijk, wat past het beste bij de opdrachtgever? Ja. En last but not least, wat ik dan van jullie weet, is van hebben jullie enorme expertise in, dat is in die inkoop. Daar kan je die klant enorm bij helpen. Hè? Klopt. En onze expertise zit hem echt in de beplanting ook. En wat wij echt leuk vinden is dan om ook op stap te gaan en daar mooie bomen en planten uit te gaan zoeken. Bij die partijen die wij hebben geselecteerd waarvan wij weten, daar kun je echt de mooiste dingen vinden. De combinatie lounge dining is overgeweid vanuit mondaine badplaatsen uit het zuiden van Europa naar Nederland. Ivo laat het aan Bertram zien. Waar we nu hier zitten, dat is ook echt een nieuwe tendens, hè? Absoluut. Waar we voorheen zagen dat we de lounge en de dining apart van elkaar zagen, hebben we het nu ook in deze setting, zoals we hier zitten, gecombineerd met elkaar. Dus we hebben lounge dining gecombineerd. Het ontspannende van een lounge set. En het lekker dineren, eten aan een middenhoge tafel. Kijk Bertram, dit is zoals we de lounge set kennen. Grote poef, dienblad erop. Daar hebben we nu dus de middenhoge lounge tafel voor, die wij hier perfect mee kunnen combineren. Dat ziet er ook goed uit. Zeker weten. En wat ik nou zo grappig vind van dit, is dat je hier kan zien hoe het buitenmeubilair en het binnenmeubilair naar elkaar toe groeit. Maar deze zou ik ook zo in de keuken kunnen zetten. Absoluut. Als eettafel. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ter Stegen, EPS Bouw, Kees Smit en Bureau Buiten. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Van Beem, Cardenlux, Kembra en bouwbedrijf Huurdeman. Aannemer Jacco Huurdeman is al redelijk ver met de verbouwing. De aanbouw staat en de woning heeft een open karakter gekregen en is voorzien van vloerverwarming. Toen we voor het eerst met Bertram in het huis kwamen kijken en er doorheen liepen, toen kwamen we boven. En hij zat zo eens te kijken in die slaapkamers en hij zegt, ja, maar wat zouden jullie ervan vinden als we dit openmaken naar boven? Ik keek naar Catherine en ik zei, eerste reactie, wat gaaf. Ja. Ik had er helemaal niet meer nagedacht dat dat kon. En met nu al een fantastisch effect. Beneden is de woning inmiddels gestuukt. De prachtige open haard geeft een transparante scheiding tussen eetkeuken en zitkamer. De kasten zijn gemaakt. Tijd voor de gietvloer. Gietvloeren zijn erg in opkomst. En dat betekent helaas dat er ook een hoop cowboys op de markt komen. Dus voordat u een gietvloer koopt, zou ik bijna willen zeggen, ga een aantal projecten bekijken van de desbetreffende leverancier. En ga niet alleen af op het staaltje. Ga een keer kijken hoe zo'n vloer zich houdt. Of zo'n vloer niet gaat vergelen, of die niet gaat krassen. En hoe het gemaakt wordt. Want we hebben natuurlijk een product, maar het moet ook nog geïnstalleerd worden. We brengen 5 lagen aan in 3 dagen. We beginnen met nadat we geschuurd hebben en alles schoongemaakt en 10 keer gestofzuigd, met het aanbrengen van een primer, een hechtlaag. De tweede laag is een schraplaag, een epoxy schraplaag, die eigenlijk al zorgt dat alles helemaal strak en vlak is en dicht is. Op het moment dat wij de gietvloer gaan aanbrengen op dag 2, hebben we 2 kleuren op het werk. Van die 2 verschillende kleuren zouden we ook 2 verschillende kleuren gietvloeren kunnen maken. Maar dat doen we niet, we gooien ze bij elkaar. En dan ontstaat er eigenlijk door het mengen, door het bij elkaar gooien, 10 kleuren. Daarna wordt de vloer aangebracht of gegoten, want daar komt het gieten vandaan, op de ondervloer. En dan gaan wij op onze knieën, gaan we die handtekening erin zetten en de gietvloer verdelen. En maar door het sturen met een spaan ben je ook eigenlijk weer aan het mengen. Dus daar komt het vakmanschap van de installateur kijken. Want als je dus te lang er doorheen moet, dan heb je uiteindelijk weer 1 kleur en heb je geen tekening. Het leuke van dit werk is dat eigenlijk geen 1 vierkante meter hetzelfde is. Na het gieten van het hooglandsproduct wordt de laatste dag de vloer bij ons 2 keer mat afgelakt, waardoor die wat rustiger beeld vertoont. Bertram brengt een bezoek aan een nieuwbouwproject waar volgens het EPS-systeem gebouwd wordt, beter bekend als piepschuim. En daar bouwen jullie mee? Klopt. En waarom doen jullie dat? EPS heeft een aantal voordelen. We vinden het een onerkend product, is het jarenlang geweest. Het heeft gewoon een aantal extreme voordelen. Hoge isolatiewaarde, ja. Drukvast, economisch ook betaalbaar. Kortom, binnen de huidige manier van bouwen alleen maar voordelen. En dat doe je in combinatie met een staalframe? Ja, dat klopt. Een staalconstructie die eigenlijk vanuit de staanders wordt opgebouwd. Die wordt ook aan de binnenkant volledig gevuld met EPS. En het is natuurlijk ook heel licht. Dus dat heeft een groot voordeel dat ik eigenlijk ook een fundering kan aanleggen die gewoon
minder massief is, dus ook minder kost. Ja, doordat je in totaliteit lichter in gewicht bent, scheelt het uiteraard op fundering, maar ook op eigenlijk zoals je hier te maken hebt met heiwerksituaties. Als we nou praten over dit type bouw, dan zijn er ook natuurlijk mensen die zeggen, joh, het is allemaal lichtgewicht. Is dat wel een heel stevig huis? Klopt. De uitleg is in die zin lichtgewicht. Dat wil niet zeggen dat het lichtgewicht is. Het is lichter ingewicht. Wat je hier ziet is eigenlijk een opbouw van een vloerconstructie. En je ziet dat we nog steeds een volle bak massa gebruiken of een beton. Dus eigenlijk, we noemen dit een soort sandwichopbouw. Dus de staalconstructie, zoals we eigenlijk de basis eigenlijk ook gebruiken voor het constructieve element, wordt nog steeds aan de onderkant gevuld ook met een betonlaag. En zoals je ziet aan de bovenkant ook. Maar ook orkaanproef. Dus als we het hebben over de bovenwindse eilanden, ja, daar doen we ook nodig voor. Dus daar moet je toch aan voldoen. Buitenwanden kan ik net zo afwerken als ik wil, als ik zeg ik wil natuursteen. Ja, hier wordt dus gekozen voor hout, maar eigenlijk gekscheerlijk gezegd, loop een showroom binnen, maak een keus en het kan altijd. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk, ja. Ja. Peter legt uit hoe hij bij hem thuis verbinding brengt tussen wonen, werken en buiten. Oorspronkelijk was dit een boerderij met een paardenschuur. Deze hebben we nu verdeeld in wonen en atelier. Het atelier gebruik ik nu om klanten te ontvangen en inspiratieruimte. En de andere als privé. Deze plek is een centrale plek. Dit is eigenlijk de ontmoetingsplek. Ontmoetingsplek houdt in dat eigenlijk functies bij elkaar komen. Je hebt het woonhuis, je hebt het atelier, je hebt aanrijroute. En dat is een plek die gewoon fijn moet zijn. Beslotenheid en toch ook heel open. We zijn hier in het privégedeelte. Aan deze kant kun je volledig terugtrekken. We hebben de terrassen iets omhoog gebracht, waardoor je overzicht hebt over de landerijen. Dat geeft een heel ruim beeld. Daarnaast hebben we het aan de zuidkant neergelegd, waardoor je de hele dag zon hebt. De woning is van jaren 70 bruin omgetoverd in frisse, heldere kleuren. Stiekem ben ik eigenlijk wel heel erg trots op de kleuren die we hebben uitgekozen voor de Designia verflijn. En als je het mij persoonlijk vraagt, dan denk ik dat die mooie matte muurverf het mooiste tot zijn recht komt op een superstrakke, gestuukte wand. Als je kijkt naar hoe de muur geweest is en als je dat nu afzet tegen deze mooie, zacht, glad gestuukte muur, prachtig hoe die verf hierop uitkomt. Die matte verf, dat is precies wat ik wilde en het eindresultaat is verbluffend. Nadat de aannemer de komende week nieuwe ramen op de bovenverdiepingen plaatst, zal Catharine de slaapkamers inrichten en afstijlen. Als inspiratie hoe de eerste etage kan worden, laat Bertram een verbouwde verdieping in een andere jaren 30 woning zien. Dit is wel een heel mooi voorbeeld hoe je een verdieping kan verbouwen van een woning uit de jaren 30. En wat je hier dus ziet, dat is gewoon een hele grote master bedroom met een fantastisch mooie badkamer erbij. En die badkamer die begint al op de overloop. Ja, wat heel mooi is, voordat je die badkamer binnenkomt, dat je hier dat grote glazen raam hebt met die prachtige zichtlijn naar de andere kant van de verdieping. Ja, en dan de badkamer op zichzelf. Een grote, ruime douche met een stortdouche. Prachtig bad. En als je dan ook ziet, de kleurstellingen, de stofkeuzes. Ja, dat is gewoon helemaal op elkaar afgestemd. En wat ik ook heel leuk vind, is dat de oude deuren hergebruikt zijn. Alleen niet op de traditionele manier. Nee, daar is een prachtige schuifdeur aan beide kanten van gekomen. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty. So let the liquid spirit free. The people are thirsty. Is dit een beetje wat je bedoelde? Ja, ik vind het fantastisch. Hoe goed heb je dit gematcht met de rest? Fantastisch, helemaal wat ik wilde. Goed naar je geluisterd. Enorm goed naar me geluisterd. Ja, maar het is helemaal heel mooi geworden. Ja, vind je het leuk? Ja, ja, ja. Ik ben zo ontzettend blij als ik kijk hoe alles met elkaar afgestemd is. En hoe fijn is het dat wat ik wil, dat ik dat bij jou heb kunnen vinden. Ja. De krachten hebben kunnen bundelen. Hoe leuk. Ik vond het ook heel erg leuk. En ik hoop dat jullie hier heel erg gaan genieten. We gaan zeker hiervan genieten. Kan bijna niet missen. Zou je denken, hè? Nou, Catharine, staan we hier in die prachtige keuken met dat grote kookeiland? Ja, heerlijk. Koken is een hobby van je? Enorm, ja. Ja, vind ik zo leuk. En je hebt goed nagedacht over de Miele-apparatuur? Zeker, ja.
Wat natuurlijk altijd fijn is, is je koffieapparaat. Ja, en dan de inbouw met de verschillende mogelijkheden. Lekker je melk die je op kunt schuimen, dus je latte die je kunt maken. Inductiekoken, geen gas. Nee, gas, dat gaat eruit. Dus ik denk, laten we een beetje op de tijd vooruit gaan. En wat zo fijn is, is dat ze met elkaar communiceren. Dus... De afzuigkap. Ja, ja, heerlijk. Dus daar heb je heel bewust voor gekozen. Zeker weten. Hey, lekker gegeten, alles klaar. Dan hebben we de vaat. Ja. Daar heb je natuurlijk ook een miele voor genomen. Ja, zeker. En een van mijn specifieke wensen was de aparte bestekla. Want dat is toch wel iets wat heel fijn is. Ook in deze woning kan je weer zien hoe belangrijk een verlichtingsplan is. Overal die prachtige spots in het plafond. En dan hebben we ook een aantal opbouwarmaturen gebruikt. Die zien we hier, de medaille. En het mooie daarmee is dat je echt ook mooi lichtspel op de muur kan maken. Maar je kan ook even een werkplek aanlichten. Ideale lamp om toe te passen. Nou, Jaco, nou zitten we hier. En dan kunnen we toch wel vaststellen, een heel nieuw huis in een bestaand huis gebouwd. Wat mij is opgevallen, dat je dat ook redelijk snel hebt gedaan. 4 maanden om te verbouwen. Boven moeten we nog wat doen. Ja. Dan heb ik het over de inrichting. Een kleine dingen. Vloerafwerking gaat er nog in. Nog wat afschilderwerkzaamheden. En er worden nog wat ramen nog vervangen. Daar hebben we laat opdracht voor gekregen. Maar die komen nog uit de timmerfabriek. Ja. Ja, we hebben er een heel stuk aangebouwd. Moest je ook nog wel wat aan doen, hè, voordat je die aanbouw kon doen? We moesten behoorlijk wat doen. We hebben een nieuwe fundering gebouwd. Betonvloer op zand gebouwd. Staalconstructie ingebouwd. Wel gelukkig vergunningsvrij. Ik vind dat we een mooie metamorfose samen tot stand hebben gebracht. Ja. En ik verheug me alweer op de volgende opdracht. Nou, ik ook. Dankjewel. Ja, Frank, hier is dus een combinatie gelegd van gietvloer en een mooie pakketvloer. Ja, wat ik heel mooi vind, is dat de gietvloer zo naadloos aansluit op de houten vloer. Ik ben er heel erg blij mee. Ik ook, dus dat is mooi. Nou, Katrien, we kunnen wel spreken hier over een metamorfose. Enorm. Wat een ontzettend groot verschil. Ja. Als je kijkt hoe het een bouwval was, als ik heel eerlijk ben. En hoe fantastisch het nu is. Overal aangedacht, overal hoekjes en gezellige plekjes. En helemaal af. Nou, door die aanbouw hebben we inderdaad een hele mooie, ruime woon-eetkeuken kunnen creëren. Dus, en dat was ook het doel. Ja. Absoluut. Een enorme grote wens stond op 1 om gezellig een eetkeuken te krijgen. Heel blij. Nou, ik moet je ook zeggen, ik vond het heel erg leuk om met jou samen te werken. En waarom? Omdat ik ook merk dat je heel veel verstand van het vak hebt. Leuk. Het is omdat je je eigen job hebt, maar anders zou ik zeggen, joh, begin morgen bij ons. Heeft u bouw- of verbouwplannen en mogen wij uw droomproject filmen voor een aflevering? Of wilt u meer weten over deze aflevering? Kijk dan even op de website van Woonvilla naar Droomvilla. Tot volgende week!